Nou, voor de mensen die het niet weten, Robert, ben jij geheel blind, 100%? Ik ben geheel blind. Hoppakee. Lekker in hoge toeren, 5000 toeren. Quella Mazzurra! Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben nog super moe zoals je kan zien. Maar hey, dat gaat mijn dag niet verpesten, want Marvin heeft een super lekker ontbijtje gemaakt en klaar staat op tafel. Dus ik kom nu uit bed. Doe je ogen open. Zou ik nog wel ook wakker? Oh, je lippen zitten op elkaar. Doe eens open. Oh, ik kan je gaten. Kom eruit, de broodjes zijn nu nog lekker warm. Ik kom eraan, dat is zo vervelend, nachtmerries. Dat is je nachtmerries. Echt? Dat is niet leuk. Dan ging het over mij. Ja, ik keek in de spiegel. Ja. Toen was je mij geworden. Maar nu mag je lekker wakker worden. Mm. Vandaag wordt geen nachtmerrie. Dit vindt Esso zo lekker, hè? Om zijn voorhoofd krielen. Oké, ik ga nu wel wakker maken. Kijk of ik hem kan laten schrikken. Ik heb een lekker ontbijtje voor je. Ik mag wakker worden. Kom maar om. Ja. Ik kan nog iets voor Enzo. Wat dan? Nee! Met de partypoppen. Hij slaapt gewoon met de partypoppen. Had je die gewoon serieus in je bed liggen? Ja, had ik gisteren. Toen zei ik, ja, ik maak je wel om 8 uur wakker. Zei ze, ja, dat is goed hoor. Oh, maar ga jij dit opruimen nu? Ik denk dat we moeten. Dit is echt. Slaap je nog 2 nachten? Tyfusbende. Hey, maar ik heb ontbijtje klaar, dus kom je? Nou, zoals jullie zien heb ik een lekker ontbijtje gemaakt. Lekker vers broodje. Die is nog heel erg warm. En wat lekkere dingetjes. En zelfs nog een smoothie. Dus dat is mijn goedmakertje weer voordat ik ze wakker gemaakt heb. Maar ze hebben tot 4 uur lopen gamen. Dus ja, dan is het wel vroeg nu. Ook al is het 11:30. Niet zoveel, hè? Anders is het bed helemaal nat. Enzo. What the fuck? Goedemorgen, nu ben je op. Kom maar. Waarom? Is het gewoon water? Ja, het is gewoon water. Ik heb afgesproken om 8 uur je hoofd te maken. Oké, gelijk geduwd, kom. Ik weet al waarom ik slecht heb geslapen. Wat dan? Oh ja, je ziet hem ook heel erg, ja. Hij is echt heel groot. Ja, wat kut, hé. Ik krijg een mega steenpuist in mijn nek. Ja, het is echt een mega bult. Ja. Ja, daar word ik altijd heel erg chagrijnig van. Jongens, help. Nee, grapje. Ik zorg goed voor je. Nou, top. Ik wil wel wat trek hoor. Mooi zo. Ik wil eigenlijk ontbijten. Nee, niet daarop gooien. Oh, nee. Wow, gooi het erop. Je blijft ook filmen. Mr. Knol is out his bed. Yay. On his way to a beautiful and delicious breakfast. Ja, het is wel super mooi, ik geef eerlijk toe. Maar ik heb het wel echt koud nu. Nou, doe even een trui. Ik heb een hoodie aan, maar het is echt super mooi. Ja, lekker. Ja, dankjewel, maar. Ja, lekker. Ik heb een heerlijk ontbijtje gehad. Ik heb even lekker gedoucht. En ik hoor me toch een partijtje geluid buiten. Wow. Zo, dit is niet normaal. Oh my god. Hi Robert. Hey. Alles goed? In het echt gewoon. Ja man. Het is bizar. Het is vet. Marvin is er ook, hoor. Ja, zeker. Hey. Van de week heb ik jullie op de film gehoord. Nu gewoon in het echt. Ja, ja, super vet man. En weet je wat ik echt gruwelijk vond? Ik was, even kijken, 3 dagen geleden geloof ik bij Nicky. En toen ging ik op zijn piano. En ik heb nog nooit de piano zo mooi afgestemd bespeeld. Ja, dankjewel. Ook al ben ik daar helemaal niet goed in. Maar Nicky heeft er wel goed gebruik van gemaakt. Dat was echt gruwelijk. Ja, wel goed zingen, toch? Ja, ik heb genoten.
leuke tekst er ook bij. Dankjewel, dankjewel. Dat komt binnenkort ook uit, hè? Ja, dan kunnen mensen hem streamen. Beautiful stekkerdoos. Dat vind ik een goede titel. Nou, voor de mensen die het niet weten, Robert, ben jij geheel blind, 100%? Ik ben geheel blind. Maar jouw gehoor is daardoor echt zwaar verbeterd? Het is niet verbeterd, maar het is preciezer. Oké, het is preciezer. Dus misschien hoor ik net zoveel als jij, zeg maar. Alleen dan, ja, ik hoor bijvoorbeeld aan de motor van dit is een 12-cilinder. Ja, dus als ik straks mijn auto erbij pak, dan weet je ook precies hoe en wat. Ja, dat is de Urus. Oh ja, dat weet je al. Dat is denk ik een 6-cilinder. Dat zou best kunnen, joh. Wat is dit nou voor Ferrari? Een 812 superfast? 812 superfast. Bijna 800 pk. 6,5 liter V12. Zonder turbo's. En zo klinkt hij. Niet normaal. Dit is echt niet normaal. En je ziet hier ook die toeren op het stuur. Ja. Deze auto en die neus, jongen, die is gewoon voor mijn gevoel 20 meter lang. Ja. Ik rij echt, zeg maar, gewoon, je hebt eerst de neus. Daar moet je even tijd voor vrijmaken. En even later kom ik pas. Ja, joh, wat een wagen is dit. Ja, die neus is wel lang inderdaad. Wauw, wat een gruwelijke wagen. Echt een hele dikke Ferrari. Oh my god. Ik moet even zitten, Dit is echt niet normaal. Ja, volgens mij heb ik dus ooit een 812 superfast gereden. Dat was helemaal een gele aan de binnenkant. Dat was samen met Milan. Alleen zo helemaal in het zwart is hij weer zo anders. Ja, man. Wat doe ik verkeerd? Iemand die niet kan rijden zit in de auto. En dat weet hij gewoon, hè? Ja, hier heb je dus de sleutel. Oh, ja, maar die sleutel is in mijn zak. Oh, die sleutel is... Ja, ik heb wat anders in mijn zak. Alleen die sleutel is al vet. Ziek, hè? Robert, Enzo zit nu naast jou. Ja, links. Hij zit naast mij. Ja, man, ik ben even lekker aan het genieten zo. Ik ga het ook tegen jou zeggen. Ja. Jullie zeggen heel goed wat er gebeurt en wat er gaat komen. En ja, daardoor kan ik het ook heel goed volgen, zeg maar. Wat er gebeurt. Ja, precies. Omdat ik alles zo goed mogelijk probeer te omschrijven altijd. Ja, we gaan nu daar en daar naartoe. Maar je vindt niet dus dat ik te veel lul? Nee, dat vind ik juist, daar hebben we juist heel veel aan. Oké. Alleen één ding nog. Ja. Yeah. Want soms dan hoor ik bijvoorbeeld... Wow, die felle kleur, man! En dan denk ik... Welke auto was dat? Dus dan moet ik de kleur even erbij zeggen. Nee, welke auto? Oh, welk merk? Ja. Ja, oké, dat is een goeie. Dat ga ik dan in volg doen. Ja, ja, ik heb het al vaker gehoord dat mensen die het niet kunnen zien, dus die blind zijn, mijn video's kijken. Maar ik heb er nog nooit iemand ontmoet die dat ook daadwerkelijk doet. En nu zit ik met Robert, dat is wel leuk. Is het Robert of Robert? Robert. Robert, nu zit ik met Robert. Kijk, goed dat ik het vraag. Maar jeetje, Mina, ik vind het een leuke ervaring. Maar ik vind het misschien nog wel leuk om jou te ontmoeten dan de auto. Ik doe ook wel dat je dat zo zegt. Ik vind het heel vet om jullie zo te ontmoeten. Dat het ook gewoon... Ik zei net, oh, Enzo is misschien wel thuis. Oh, misschien kunnen we wel even... Wat? Dat is vet. En Muiwen ook natuurlijk. Ja, ook. Is het dan niet fijn om zeg maar zo... Zo aan te raken, zeg maar, dat je voelt. Wil je mijn gezicht voelen? Of doe je dat nooit? Nee, dat hoeft niet per se, hoor. Is dat raar? Dat zie ik soms wel. Nee, maar dat is... Grijpen, de kansen die je kan. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij Enzo inbeeld dan. Ja, precies zoals hij in zijn vlog zei, heeft altijd een lekker baardje. Ja, en nu ben ik heel erg benieuwd of je mijn kin ook goed kan omschrijven wat het is. Het is een kontkin. Waarom zeg je dat nou? Dat had Robert moeten zeggen. Dat wist ik niet. Het is wel... goeie gozer, hè? En dan voel je dat jasje? Dat is de knophouwerjas. Kijk, moet je nagaan. Nick zei, hij heeft zijn nieuwe jas aan. Dus toen wist ik, dat moet de knophouwerjas zijn. Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik probeer alles een beetje te omschrijven, zodat hij ook meekrijgt wat er gebeurt. Want je moet natuurlijk heel anders nadenken. Ik kan wel telkens zeggen, oh kijk, er staan mensen te filmen. Maar ik probeer ook zoveel mogelijk te omschrijven voor hem, zodat hij meekrijgt wat er gebeurt. Ja, goeie man. Ik vind het, ik vind het echt tof om je te ontmoeten. Ik heb wel een leuk idee, want jij gaat nu naar Veenendaal. Ja. Wat nou als ik gewoon een stukje met je meeruim met mijn auto? Ja, superleuk toch? Dan pak ik mijn auto en dan ga ik gewoon filmen, doe ik het raam open. Ja, en dan kan Robert ook het geluid horen van de Juru zo daarnaast. Ik, ja. Dan gaan we zo met z'n tweeën even naast elkaar rijden. Ja, superleuk. Dan rijd ik gewoon iets van 10 minuutjes mee en dan keer ik daarna weer om naar huis. Superleuk. Robert, hoor je dat? Ja, ik hoor het. Ja. Hij is daar in gesprek en hij hoort mij hier ook gewoon met Nicky praten. Het is gewoon eng. Ja, nee, let's go. Ik denk dat Robert er ingezet kan worden als FBI afluisterapparatuur. Nou, denk ik ook. Robert, ja. Wil je niet een stukje meerijden met de jongens van Enzo? Oh, dat is ook... Wow.
komt. Ja, ga je de Ferrari verlaten voor de Jurus? Elke ervaring is er weer één, hè, zeg ik altijd. Ja, dat is waar. Nou, is goed, dan rijden we nu gewoon 10 minuten. Ik wil ook even over je systeem vertellen dan zo, Robert. Over wat je mee hebt, het audiosysteem. Oké, ik ben benieuwd. Dan rijden we gewoon een stukje en dan straks stoppen we het tankstation en dan wisselen we daar. Dan gaan we de auto halen. What? Nice. Heel lekker, Robert. Super vet. Leuk, man. Oké, we gaan hem erbij halen, de auto, ja? Zeker. Kom zo omhoog. Ik heb nog even een cadeautje binnengepakt. En dan gaan we nu de auto pakken. En dan straks gaan we dit overhandigen aan Robert. Gaat hij vast wel leuk vinden, denk ik. Echt een hele toffe gast, nu al. Zo, daar gaan we. Hoppakee. Hey. Hoppa. Hey. Niet normaal. In het zwart, dat is heel vet hoor. Ja, ik ook. Dat is toch dan iets minder overdreven. Oh, wow. Ja, dit wordt een wedstrijdje hoor. Ja. Het is zo anders, hè? Jou is echt een beetje, hoe zeg je dat? Heel erg donker. Ja, heel donker, heel gevaarlijk. Oh, ik zou je krijgen. Ja. Wacht, maar je houdt mij toch niet bij. Juist, juist. Perfect omschreven. Nicky zat niet op te letten. Nee. Maar nu zetten we hier om een klein tunneltje. Ja, van de trein. Komt-ie. Ja, ziek, hè? Normaal. Het geluid is zo puur, hè? Ongelooflijk. Het is echt heel vet. Die Robert is echt aan het glunderen, jongen. Ja, zo leuk. Echt geweldig. Ja, het was wel een moeilijke wedstrijd. Als je dan de hele dag bijvoorbeeld op die T-circuit bent, je hoort dit soort geluiden. Wow. Oh, niet normaal. En je hoort dat soort geluiden de hele tijd, dat is zo lekker, hè? Ja, ongelooflijk. Qua geluid. Ja, echt gewoon compleet anders. Ja. Gewoon tegenovergestelde. Niet normaal. Echt vet. Hebben ze nog een goede dag uitgekozen? Want dit is een dag dat het tot nu toe nog droog is. Ja. Dat is wel chill. Wel een beetje donker vind ik het. Ja, maar dat is juist wat mensen triggert om gewoon niet zo blij te zijn. Omdat het is gewoon een feit dat als de lucht blauw is, dat is een beetje het Teletubby gedachte denk ik. Ja. De lucht is blauw, Teletubbies, kom maar gauw. En dan, ja, vrolijk zie je het zonnetje lacht ook, hè. Ja, dus, klopt. Yeah. Dus dat is vrolijk. Dus automatisch, als je dit ziet, dan heb je gewoon zoiets van, misschien niet zoiets van, maar gewoon een beetje van, Ja. Snap je? Vooral als je zeg maar 's ochtends, daar hecht ik altijd heel veel waarde aan. Als ik dan de gordijn open doe, als ik wakker word. Dan hecht je daar heel veel waarde aan? Oké, even tussendoor. Als er dan zon is, dan zeg ik meteen tegen jou als ik dan het gordijn open heb gedaan. Oh, het is echt lekker weer vandaag. Ja, dat is echt jouw dingetje. Ja, en als het dan regent of zo, dan ben je misschien niet teleurgesteld. Maar dan denk je wel van, jammer. Ja, nee, dat klopt. Dus dat. Goed verhaal, lekker kort. Ja. Ja, wat kunnen we eraan doen? Gewoon vrolijk zijn. Ja. En ook gewoon een keer bij een stoepje gaan staan als het regent. Zodat je gewoon nat kan worden en gewoon leuk vinden. Ja, dat vond je leuk. Wanneer ga jij dat doen dan? Ja, ook nog een keertje. Ja, hè? Oh, jij draait al een beetje bij. Oké, zoals jullie kunnen zien, we zijn heel eventjes gestopt bij een hotel hier zo. En hier gaan we de overstap maken van de Ferrari 812 Superfast naar de Jurus. Daar hebben we mij wel. Yay! Yeah. Daar ben je. Wil je mij ook voelen? Dat mag hoor. Ja, dat mag hoor. Oorbelletjes. Ik heb oorbelletjes in. Wat voor oorbellen denk je dat ik in heb? Hartjes. Nee. Vlinders? Nee. Iets van Enzo? Ja. Knolpouwen? Yay! We staan zo naast elkaar. Achter de Ferrari, achter al super vast. Ja. En heb je gehoord wat voor kleuren mijn auto is? Ja, vuurrood. Ja. En wat knolpouwen erop. Ja, wat eigenlijk een beetje Ferrari kleur is. Ja. Maar goed, ik zal je laten zien dat de Lambo ook aardig goed meetrekt met de Ferrari. Ja, dat ging wel redelijk goed, hè? Ja, maar ik heb nu ook een gelukje, want ik mag niet bij Nicky. Oh, kijk. Ja. En jij hebt weer een ander gelukje, want jij hebt Myron mogen voelen. Ja, ik heb gewoon een lekker handje vast, hoor. Ja. Oké, ga je in de auto stappen? Ik vind het zo
Ik sta ernaast, Robert, hier. Maak je filmpje, Nick? Ja, wacht. Ja, Enzo is zelfs aan het filmen. Enzo is aan het filmen. Ja, top. Oké, okay, nice. Dan ga ik naast je komen zitten. Dit is zo vet, hè. Hoppakee. Je bent in één keer onderdeel van het team geworden. Yes. Cool. Hoe vet. Echt team super Knol Power. Nou, nice. Oké. Okay. Heel vet. We zien jullie zo. Yes. Yo. Wow. Dat zo. Kijk, weet je wat, wat het gewoon wat makkelijker maakt, denk ik? Ik ben zo gewend om gewoon constant slap te lullen. Mm-hmm. Wat voor jou natuurlijk alleen maar prettig is. Want hoe meer ik vertel, hoe meer jij het kan visualiseren. Ja. Super vet, man. Hoe oud ben je eigenlijk, Robert? Ik ben 24. 24. Maar heb je dan de camera, heb je die dan gewoon voor je staan? Of voor je ja, dat de dan? Camera die heb ik hier voor staan. Ja, hier zo. Is dit de camera? Nee, dit is de auto. En hierboven heb ik de camera. Oh, die heb je helemaal vastgezet. Ja, normaal gesproken zet ik die vast met een GoPro. Dat is een heel klein cameraatje. Klopt. En dit is de hele grote waar ik mee film. Deze heeft ook een hele brede lens. Dus gek genoeg, met deze lens kan die de hele auto zien. Dus echt van jouw kant helemaal hier zo. Oh, van links. Naar helemaal hier zo. Oh. Dan staan we er helemaal op. Wat een mooie middenconsole, man. Zo. Ja, dankjewel. Dit is mijn eerste keer dat ik in een Lamborghini rijd. Super vet, man. En wat voor een. Ja, het is geen laag Lamborghini, maar ja, het blijft een Lamborghini. En als je nou dan een lievelingsgeluid moet kiezen van een auto, komt de Ferrari wel in de buurt zeker, of niet? Ja. Het is niet normaal, hè, hoe puur dat geluid is. Het is natuurlijk zonder turbo's. Natuurlijk. Ik bedoel, ja, het is Ferrari, dus het is heel anders. Het is echt compleet anders, hè. Ik bedoel, in deze auto zit je hoog. Ja. In de Ferrari zit je echt laag. Ja, echt heel laag. Dat is een groot verschil, hè. Maar je hebt helemaal niet dat je snel misselijk wordt of iets met de auto's. Nooit. Of optrekken of... Nooit gehad. Nou, dan gaan we maar eens een keertje gas geven. Hoe staat hij in? Hij staat nu in sport. Sport. Dus ik zal je even het verschil laten horen, want dat is echt heel makkelijk te horen. Dit is normaal. Dit is Strada. Dit is Strada. En dan heb je nu sport. Sport. Zo. En dan heb je nu Corsa. Oh, zo. Dat is een groot verschil. Ja. Hoppakee. Lekker in hoge toeren, 5000 toeren. Ja, dat kan je ongeveer wel inschatten, hoeveel toeren we rijden. Ja, vooral hoe hard, dat vind ik okay. Makkelijk. Ik denk dat we nu ongeveer 80 rijden. Ietsjes harder. 100? Ja. Zo rustig die aanvoelt ook, hè. Ja, dat is het bizarre aan deze auto. En daarom rijd ik ongeluk wel eens wat boetes. Omdat je het gevoel hebt dat je helemaal niet zo hard gaat. Maar je gaat al heel snel wat harder. En op de snelweg is dat een beetje het grootste probleem. Want eerder mocht je altijd 130 en nu mag je nog maar 100. Klopt. Op sommige plekken mag je na 7 uur 's avonds pas 120 of 130. Dus ja, dat maakt het wel een beetje lastig met zo'n auto om je in te houden. Nou, een heel klein viaductje. Gaan we even onderdoor. Een beetje gas geven. Met gemak. Hoppakee. En als jij hier met je hand komt, volg mijn hand maar. En als je dan deze naar je toe trekt en inhoudt naar je toe en dan nu loslaat, kijk, dan staat hij in sport. Ja, kijk, nu zet je hem in sport. Oh. Heb je dat door? Ja. En als je het nu nog één keer doet, dan gaat hij weer in Corsa. Yes. Hoppakee. Zit hij zelf even hier zo van standje te verwisselen. Wat een mooie switch is dat. Ja, gaaf, hè? Ja, wow. Ook gewoon een goede plek. Je kan er makkelijk bij. Ja, klopt. En weet je wat het mooie is? Het tabelletje gaat als volgt. Bovenaan Strada, daaronder Sport, dan heb je Corsa en daaronder staat Sabia. En als ik het goed heb, is Sabia is zand en dan heb je Terra voor grof terrein. En dan heb je daaronder Neve voor sneeuw. Oh ja. En aangezien je dus helemaal normaal gesproken weer omlaag moet klikken om weer bij Strada te komen, hebben ze dus ingesteld dat als je bij Corsa bent en je houdt hem ingedrukt, dat je dan weer bij Strada bent. Gaat hij in één keer in Strada? Ja, dan gaat hij in één keer weer omhoog. Maar wat wil je? Sport of Corsa? Ja, natuurlijk midden, hè? Sport. Sport? Ja. Helemaal top. Die staat dan denk ik Lamborghini. Ja, daar staat Lamborghini. Ik vind het echt leuk om je een beetje te helpen om deze ervaring zo mooi te maken. Ja. Dat vind ik echt leuk. Nou, we rijden achter Nicky. Ik zal eens even naast hem rijden. Even kijken, hij is er bijna. Hij is er nu. Dubbel glas. Ja, klopt. Ja, wow. Dubbel glas. Hij toetert. Ze zijn aan het filmen ook. Zal ik gas geven? Ja, doe maar. Zo. Maar dat is ook de reden waarom je buiten de auto heel hard wordt. En als je binnen in de auto zit wat minder, omdat het dubbel glas is. Ja, dus heeft hij dat achter ook? Ja, maar hij heeft het overal. Zo. Want
stel voor je maakt heel veel kilometers, je hoort de hele tijd, dan word je er wel een beetje gek van. Ik zit 23 inch onder, toch? Ja, dat zijn grote banden. Ja, je weet natuurlijk hoeveel pk deze auto heeft. 650. Ja, hoppakee. Perfect. Kijk, links is Nicky weer. Zo, daar ging die. Ja. Kijk, dan gaan we even invoegen naar rechts. Dan gaan we hier de snelweg af. Wist je trouwens wel dat het kentekenplaat van mij geel is, maar die van Nicky groen? Ik wist dat Nicky groen had, ja. Nou, maar je weet wat dat betekent, groen? Dat het een auto van de garage is. Juist. En geel is gewoon Nederlands kenteken. Ja, precies. En als je dan de vlogs kijkt van mij, hè, wat is een leuke gedachte bij de vlog van mij? Wat is dat je zoiets hebt van, ja, dat vind ik nou echt leuk als je dat vertelt of doet? Of... Ik vind het heel mooi om te horen dat je zo oprecht bent naar mensen. Echt waar? Ja, mensen ontmoeten jou, die zitten en... Wow, wat cool! Perfect! Ik ook natuurlijk, maar dat vind je ook gewoon leuk. Je vindt het niet zo van, wow, ik ben een goede YouTuber en alles. Maar je vindt het ook echt gewoon leuk om mensen plezier te doen. Super vet om te horen. Echt heel vet. Dat is een compliment. Jeetje, Mina. Weet je wat ik de laatste tijd heel vaak zeg? Dat compliment geven gratis is. Klopt. En dit is echt een prachtig gratis compliment. Oh, dat gaat niks hoor. En wat je wel eens doet is piano stemmen. Mm-hmm. Omdat je, want je kan zelf ook heel mooi piano spelen. Ja, dankjewel. Ja. Ze zeggen het. Maar ja. Ik vind het moeilijk om te zeggen van ja, dat kan ik heel goed of zo. Maar ja, ik kan wel piano spelen, ja. Ja, ik heb een filmpje gezien van Nicky. Ik vond het wel echt heel erg indrukwekkend. En zijn er nog meer hobby's die je hebt? Dingen die je doet, die je leuk vindt? Want jij kan natuurlijk ook gewoon alles lezen. Dat, hoe noem je dat? Van die puntjes? Braille. Braille, dat kan ik lezen, ja. Ja, braille. Ja, dat heb ik ook op mijn lift. In de lift zitten bij mijn appartement. Ja, het is grappig dat je dat weet. Want niet heel veel mensen valt dat op. Ja, ik heb dat ooit een keertje voorbij gezien. Volgens mij ergens op tv of zo. En toen vond ik dat zo interessant. En toen dacht ik, oké, ik ga een keer in de lift staan. Ga ik mijn ogen dicht doen en ga ik voelen. Maar ik kan er niks van maken. Het is zo moeilijk. Nou, maar ja. Leuk is om te weten. Je hebt een celletje, zeg maar. 6 puntjes. En de 1 is alleen maar een puntje linksboven. Oké. Okay. En dat is hetzelfde als de A. Maar daar begint het, zeg maar. Ja, de 2 is een puntje linksboven, een puntje eronder. Dus in het midden. En de 3 is een puntje linksboven en een puntje rechtsboven. Oh, zo telt dat op. Ja, hoeveel verdiepingen heeft je flat? Even kijken, 4. Oh, oké, van 1 tot 4. Ja, daar kom ik niet heel ver mee, hè? En een 0 waarschijnlijk. Nou, er zijn nu mensen Nicky's auto aan het filmen. Nou, dat begrijp ik niet, dus daar ga ik natuurlijk wat van zeggen. Ik snap nou niet dat je die auto eerst filmt en daarna pas de mijne. Grappie hoor. Yo! Hey! Nou, allemaal mensen aan het toeteren. Ja, we zijn nu bij de parkeerplaats van McDonald's, dus het is heel druk hier. Dus er staan nogal wat mensen in de rij om een hamburgertje te halen en dergelijke. Oké, we staan nu op parkeerplaats. Yo, Nicky, Myron. Robert. Ja? Ik heb hier voor jou een popsocket. Dat is voor op je telefoon. En ik denk dat je dat heel... Oh, dat is een hele harde toeter. En ik denk dat je dat heel fijn gaat vinden, een popsocket. Nicky die helpt je wel met installeren. Mm-hmm. Want die kan je op je telefoon klikken en dan kan je hem heel makkelijk vasthouden. Kijk, hier is een voorbeeld. Dit is mijn telefoon. Kijk. Dit is de iPhone. En dan zit hier zo'n popsocket achter. Voel je dat? En dan kan je je vingers tussen doen. Dit is de 11 Pro Max. Als ja, goed is. Klopt. Ja. Ja, klopt. Kijk, en dan kan je vingers zo om die popsocket doen. Oh. En dan kan je hem lekker vasthouden. Precies. Wat handig. Dus dan laat je hem niet zo snel vallen. Ah. Dan raak je hem niet zo snel kwijt. Wow. Laat je hem ook niet zo snel op je gezicht vallen, weet je wel. Ja, als je in bed ligt zo. Ja. Nou, het scheelt, ik lig altijd op mijn zij in bed. En ik hoef natuurlijk niet te kijken. Dus mijn telefoon ligt gewoon lekker naast me. Ah ja, tuurlijk. Of ik leg mijn koptelefoon op of zo. Oh, ja. En kijk, dan heb je deze, die hoort daarbij. Maar daar helpt Nicky je wel mee. Ja. En dan heb ik voor jou een hoodie. Dus een trui. Knolpower. Van Knolpower. Wat vet, hè? Hij is donkergrijs met een felrood Knolpower logo erop. Wat gaaf, hè? Past goed bij je watch. Wat cool. Ja, jij bent cool straks. Nee hoor, gekheid. Je was vanaf het begin al cool. Ik vind je echt een topgozer, serieus. Ja, dankjewel. Superleuk om... ik ben gewoon blij dat Nicky me heeft gebeld. Echt waar. Thanks, Nicky. Leuk dat jullie mij hebben meegedaan. Geen probleem. Ik vind het echt zo gaaf dat het gewoon kan. Heb je jezelf al omschreven? Want is serieus? Hij heeft net gevoeld een beetje hoe mijn haar zit. En hij had mijn haarkleur ook al bijna gelijk goed. Want ik zei net tegen jou, Robert, dat complimentjes geven is gratis. Als ik een complimentje mag geven, dan moet ik zeggen dat Nicky er verdomde goed uitziet vandaag. Ja, is niet normaal, joh. Ja. Hij heeft hele gelikte, strakke schoentjes aan. Hij is wel één keer goed onderuit gegaan, want hij heeft 2 gaten bij zijn knieën. Ja, en er zit ook al een streep over mijn schoen heen. Weet je hoe dat komt? Omdat ik namelijk zo'n fiets van Enzo, die elektrisch is, die had een soort van standaard. En die had ik over mijn schoen heen laten gaan. Ja.
En nu heb ik een streep in mijn schoen, maar dat is nu een mooi aandenken. Dat dan, dan heb je een mooie herinnering dat je zo op ontmoet, hè? Ja. Hey, ja, dat moet je toch maar weer bedenken. Precies. Hey, maar wat voor kleur haar heeft Enzo dan? Oei. Wil je mijn haar nog voelen? Ik heb nu mijn pet al. Ik weet niet wat voor kleur het is. Kijk. Hij heeft stel lang haar heeft hij. Ja, van mezelf en natuur. Ik heb geen eens iets aan gedaan. Heel goed, heel goed. Byron heeft. Ik heb ooit wel gehoord dat jij heel lange haar hebt. Klopt. Nou, niet heel erg. Hey, krullen. Ja, ik heb krullen. Klopt. Misschien blond. Yay! Hey, maar hoe lang denk je dat ze zijn? Byron is 1,72. Ja, klopt. Dat zei ik net. En Enzo? 1,84. Wow! Ja, 1,54. Ja! Wow! Yo. Bij mij zit er maar 1,5 centimeter naast. Ja, bij mij zit je 1 centimeter ernaast. Dat is niet normaal. Yo, ik zit al 5 centimeter naast als ik zeg maar gewoon echt zie, zeg maar. Yo. Nou, Robert, ondertussen zijn we 40 keer herkend. Ja. Ik denk dat jij ook een stuk bekender bent geworden. Ja, heel kastroom vol. Echt super. De bekendste pianostemmer van Nederland. Ja, super vet. Hey, we gaan een keertje, als we een keer vrij hebben, dan gaan we een keertje langs bij Enzo thuiskomen. Hij heeft ook een piano, die moet dodelijk gestemd worden. Oh ja. Dat is echt heel vals. Ja, dat is echt zo. Die is echt heel vals. Ja. Een stukje spelen. Maar in mijn oren is hij heel mooi, Robert. Maar Nicky zei dat hij heel vals was. Ja, dat gaan we doen. Heel erg bedankt. Jij ook heel erg echt bedankt. Enorm bedankt. Geen probleem, maat. En ja. Tot volgende keer. Volgende keer. Ik was al bij, hè? Dankjewel. We lopen nu langs de landbouw en het verhuis. Dat is gaaf, hè? Ja. Allemaal. Wow. Hey, dat is toch fijn dat we altijd zo slap lullen, want dat maakt voor iemand veel makkelijker. Ja, is toch altijd leuk. Ja, super vet. Wij hebben altijd de leukste dingen, omdat we gewoon op een idee komen van, oh ja, even kijken of hij thuis is. En dat doen jullie bij mij ook. En dan heb je altijd gewoon van dingen. Ja, gruwelijk. Ik vond het vet, man. Rustig aan. Bella Ciao, ik wil dat leren op de piano. Ja, maar dan moet je nu even weer rust nemen, want je hebt nu al te lang gespeeld. Nog maar een kwartier. Nee, langer. Half uur. Ja. Ik wil dat heel graag leren. Laat mij even lekker. Gast, we hebben shit op de planning staan. Ja, deze al 4 jaar, ja. Ik heb nog nooit iets geleerd. Laat me iets leren. Oh my god, we zijn hier zo lang mee bezig geweest. Dat is niet normaal. Ik denk zeker al een half uur. Ja, moet wel. Elke keer iets te zacht, iets te hard, dan je wiel weer. Ik denk wel iets van, 60 keer of zo heen en weer gereden. Heen en weer, heen en weer. Maar uiteindelijk krijg je dan dit effect. Perfect op de lijn. En stop. Oh, perfect! Wow. Gruwelijk! Dit probeerde ik al zo lang, hè. Oh, sick! Kijk, yes! Oh my god. Ja, deze plaats ik op mijn TikTok. Mochten jullie me nog niet volgen op TikTok, is gewoon @enzoknol. Gewoon lekker simpel, lekker makkelijk. Maar dit is vet, hè. Dit is echt perfect. Ja, lijkt een soort geblendeerde Lambo limousine. Juist, gruwelijk. Heel erg vet. Wauw, ja, we hadden dit idee en we hadden zoiets van, ja, dat wil ik ook gewoon doen. Ik zag het op TikTok voorbij komen, ik dacht, gruwelijk. Enzo zegt al van, ja, we gaan een potje spelen. Ik laat die drink halen, is hij een kwartier weg. Gaan we even laten schrikken. Zo erg schrok ik eigenlijk helemaal niet. Nee, schrik eens even. Ja, ik ben... Verdeeld. Doe eens een keer overdreven, man. Jezus. Mama. Wat een keer. Ja, ik schrik niet snel. Nee. Ja, doe even net verdeeld. Hey, wow, nee, ik schrok niet zo. Ja, ik vond het leuk, maar ik schrok niet zo. Sorry. Maar weet je, dit is alleen maar goed dat Noël het doet. Want dit betekent gewoon dat ik hem ga terugpakken. Heb je al lang niet meer gedaan, hè? Dat heb ik al lang niet gedaan, hè. Wel ben je de lul. Oké, dames en heren. Wij gaan lekker slapen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Hoppa, vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol power! Oh.
Ik spuug bijna op je hand. Sorry. 4 uur. Ja, het is 4 uur in de nacht. We hebben een beetje te lang gegamed. Maar Noël die wilde dus naar bed gaan. Hij liep naar de logeerkamer en hij zei gewoon niks. Hij keek me aan. Kijk wat er nog op zijn bed ligt. Hey, partypopper. Oh my god. Moet ik nog even opruimen. Met wie ga je feestje vieren dan? Ja, Marvin is niet zo van het gamen, dus die ligt al te slapen sinds 12:30 of zo. Maar ja, wij houden nogal van gamen. En ja, 's nachts is het altijd wel leuk om te gamen. Ik weet ook niet waarom. Maar er zijn gewoon veel mensen online en zo. Oké, in ieder geval, nu echt het einde. Bedankt voor het kijken. Oké, heel erg bedankt voor het kijken. Dit is echt het einde. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette... Oh, wacht even. Quella mazzusa! Shit, helemaal! Oh, sorry, zat er nog wat op? Oh, sorry. Ik pak even wat erbij. Ja. Wacht. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Yo, power. Hoezo? Je zei dikke vette pies of niet, dat klaar is. Je moet weer hem opruimen. Ik zal lekker filmen. Oh, fijn. Hey, slaap lekker, hè? Hey, slaap lekker. Ik zie je morgen. Oh. Geslaagd. Hij was erg geschrokken. Ik kan er nog wel één pakken. Wel. Ja. Slaap lekker, hè? Ik had net opgeruimd. Ja. Nu is het een rotzooi. Ligt het lekker, knoephoud dekbed? Gewoon lekker van iets. Ga slapen. Kom op, papier tussen mijn reet. Slaap lekker. Nu is het klaar. Slaap lekker. Knol power.